Goedemorgen allemaal. Wij gaan het vandaag hebben over het delen van grote getallen. Ik ga jullie eerst enkele voorbeeldjes tonen en daarna kunnen jullie zelf aan de slag gaan. Het eerste voorbeeldje is 1650 gedeeld door 3. Je ziet goed dat dat geen makkelijk getal is om te gaan delen. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan splitsen. We gaan eerst kijken naar ons eerste getalletje. Kunnen wij die 1 gedeeld door 3 doen? Nee, dat kunnen wij niet. Dus wij gaan de twee getallen nemen. 16 gedeeld door 3. Nee, dat gaat niet. Dus wij gaan zakken. 15 gedeeld door 3. Dat gaat wel. Nu zien wij hier nog twee getalletjes staan. Dus dat wil zeggen dat hier twee nullen moeten komen. 1500. Wat schiet er nu over van het getal? Dat is 150. Dan kunnen wij gaan rekenen. Onze 1500 gedeeld door 3 plus onze 150 gedeeld door 3. 1500 gedeeld door 3 is 500. 150 gedeeld door 3 is 50. 500 plus 50 is 500. 150. Dat is één voorbeeldje. Een tweede voorbeeld. 3210 gedeeld door 3. We gaan kijken naar ons eerste getalletje. 3 gedeeld door 3. Gaat dat? Ja. Dus ik haal daar 3 uit. Maar er staan nog 3 andere getallen, dus dat is 3000. Wat blijft er over? 210. Dan gaan we opnieuw gaan tellen. 3000 gedeeld door 3 plus 210 gedeeld door 3. 3000 gedeeld door 3 is 1000. 210 gedeeld door 3 is 70. 1000 plus 70 is 1070. Zijn al twee voorbeeldjes op die manier. Een paar moeilijkere, zou ik zeggen, is eigenlijk het volgende. 9998 gedeeld door 2. We hebben daar enkele manieren hoe dat we dat kunnen oplossen. Wij kunnen 9000 gedeeld door 2, 900 gedeeld door 2, 90 gedeeld door 2 en 8 gedeeld door 2 doen. Als jij dat graag zo doet, perfect. Hoe kan je dat nog doen? Je kan dit op de volgende manier doen. 9998 is bijna 10.000. We gaan eerst 10.000 delen door 2. Ja, dat is 5.000. Maar nu hebben we er 2 te veel genomen. Dus gaan we min 2 delen door 2 gaan doen. En dat is 1. 5000 min 1 is 4999. Is een manier hoe dat jij dat kan oplossen. Nog één oefening. 10.000 gedeeld door 8 gaat kijken. 1 gedeeld door 8 gaat niet. 10 gedeeld door 8 gaat niet, maar nu kan ik wel gaan zakken. 9 gedeeld door 8 gaat niet. 8 gedeeld door 8, dat lukt wel. Ah ja, 8000 nemen. En wat blijft er over? Onze 2000. 2000 gedeeld door 8 is opnieuw niet zo makkelijk, dus hier gaan we verder gaan splitsen. Pakken terug die 2. 20 gedeeld door 8 gaat niet. We gaan zakken tot het wel gaat. En dan komen wij op 1600. Wat blijft er over? 400. 8000 gedeeld door 8 is 1000. 1600 gedeeld door 8 is 200. En 400 gedeeld door 8 is 50. Onze uitkomst, 1250. Normaal gezien zouden de oefeningen nu moeten lukken zonder problemen. Succes allemaal!